zijn Newfoundlanders. Ik kom uit Newfoundland. Dat zijn waterhonden. Ze werden vroeger gebruikt voor visnetten naar de, op het strand te trekken. En hier gebruik ze hier voor het waterwerken. Wat is er nou bijzonder aan die honden? Ze blijven drijven. Ze hebben heel goed drijfvermogen. Ze kunnen goed zwemmen. Ze hebben tussen de poten hebben ze zwemvliezen tussen de tenen. Dus ze kunnen heel goed water verplaatsen. Goede trekkracht. Hier gaan we dus met de honden. Ja, die werken hier, functioneren hier als reddingshond. We gaan dus naar de realiteit toe. Als er een drenkeling in het water ligt, dat de hond van de zijkant, van de kant af de hond op kan halen. En daar zijn we dus echt op het trainen. Dus als je een keer aan het wandelen bent, je ziet iemand in nood, dat jij je hond kan sturen. Dat die hond precies weet wat hij moet gaan doen. Gauw pakkarenschap ook krijgen. Dat is het leuke van dit soort honden. Die willen er echt voor je werken. Het zijn echte werkers, zijn het. Wat wegen ze gemiddeld? Een teefje tussen de 50 en 55 en een reuën tussen de 65 en 75. Sommige zijn wat zwaarder, maar ja, goed, dan moeten we meer trainen. Hè? En dat doen we hier ook. En je zult zien hoe fanatiek de honden, hoe leuk ze het vinden om het te doen. Dus vandaar is het ook een fantastische sport om met je honden wat te doen. En waar komt het nou vandaan, dat waterwerken? Dat waterwerk eigenlijk uit Canada. Daar zijn ze eigenlijk echt mee begonnen met reddingshonden. Dat soort dingen. Want het gaat zelfs zo ver in Frankrijk en zo. Gebruiken ze ook de honden. En dan komen ze uit de helikopter van een meter of 4-5 boven het water. Gaat eerst de baas, springt erin en daarna komt de hond. Maar ja, dat is allemaal vrij kostbaar. Ik zou het ook graag een keer willen doen. Maar ik ben hier al blij mee dat we hier kunnen oefenen, dit met de honden. En je ziet, de honden zijn gewoon fanatiek, net als de meeste baasjes. En dat is het leuke om dit te doen. Want je bent lekker bezig met je honden in de natuur. Zie ik ook bij jou erin? Ja, want dan kan ik nog boven zitten. Ja, ik kom in de boot. Goed zo, Jessie. Dus allemaal op vrijwillige basis. Ik doe dit daar buiten de vereniging omdat je daar met allerlei regels zit waar ik van zeg van ik wil naar de realiteit, dus als ik ergens loop dat ik mijn hond kan sturen. Want een drenkeling ligt niet met een dummy in zijn hand in het water. En dat soort dingen. En aan een boot zit niet een dummy. Aan een boot die in nood is of een surfplank hangt een stukje touw aan. Mijn honden die hier trainen moeten dat stukje touw kunnen pakken. Dus zijn er ook wedstrijden in? Nee, ik hou sowieso niet van wedstrijden, want dan krijg je er ook altijd weer van zus en zo en dit en dat. Mij gaat gewoon om, doet de hond het goed. Het gaat niet om snelheid, het gaat om goed. Want als iemand in nood is, moet hij het goed doen. Ik heb liever dat de hond 2,5 minuut over doet, over een oefening, als dat hij het binnen een minuut doet en niet goed doet. Want dan heeft die drenkeling niks aan, of wat uit. Dus daar gaat het om. Een hond moet het goed doen. Je bent gewoon een zondagje kwijt. Kijk, ik ben zelfs niet langer natuurlijk kwijt met alles organiseren en dat soort dingen. Maar je bent gewoon een lekker dagje bezig met je hond. En wat is er nou niet prettiger om een hele dag met je hond bezig te zijn? Want laten we heel eerlijk zijn, we werken allemaal. Door de week heb je eigenlijk te weinig tijd af en toe voor je hond. En nu krijg je echt de hele dag de kans om met je hond bezig te zijn. En kijk maar, de honden hebben nou de zin ofzo. Maar ze staan te blaffen en te doen, omdat ze maar weer willen. Ze willen blijven gaan. En ze hebben van die speciale dingen om, wat is dat? Dat zijn zwemtuigen, dat is voor iemand die in het water ligt, dat ze de hond vast kunnen pakken op een makkelijke manier. Want als je zo ligt, kun je zo'n ring pakken en dan word je zo naar de kant getrokken.
op bepaalde momenten in het water dat we ook echt knuffelen met de honden. Waarom is dat? De honden die moeten bepaalde oefeningen doen en die zijn er een beetje angstig voor. En als je dan volop aan het trainen bent, moet je ze op een gegeven moment ook weer vertrouwen geven. Dus dan ga je de hond terugnemen naar de kant en dan ga je eigenlijk gewoon knuffelen met zo'n hond. Dat hij je weer helemaal vertrouwt. En het is ook een hele vertrouwenskwestie tussen de trainers en de honden. En de eigenaar natuurlijk ook. Maar meestal de mensen die in het water staan, die de eerste stappen met de honden moeten doen, als het ware, daar moeten ze vertrouwen in hebben. De hond moet echt zijn eigen overgeven om dit te gaan doen. Ik vind het geweldig. Maar hoe lang doet dit dan? Nou, hoe oud is Kelsey? Die is nu 8. Ja, 8 jaar. Ja, 8 jaar doen we het. Kan het al vanaf dat ze puppy zijn? Ja, vanaf 12 weken. Geweldig. Wat is er zo leuk aan? Ja, lekker buiten zijn en bezig zijn met je beesten, met je dieren. Geweldig. Ik ben al 25 jaar bezig, zeg maar. Dus vanaf mijn eerste hond. Ik heb er nu 6 weg, dus ja, al die jaren. Ja, heel leuk. Lekker buiten, wat ze zegt. Lekker buiten zitten en met je hond bezig. Heerlijk. Ik zag u net met een formulier, wat is dit? Daar wordt bijgehouden wat de honden doen, wat ze doen. Dus nou is de boot opgehaald en dan maak ik een aantekening. Dan doen ze het wel, maar als ze niet hebben ze een weigering, komen ze terug. Zodat je dus in de loop der tijd bij kunt houden en zien of dat de honden progressie maken, ja of nee. En je kunt, als ze het niet doen, een beetje extra aandacht aan geven. Dus op zich heel goed. Dus het is geen rapport? Het is gelukkig geen rapport, nee. Het is allemaal gezellig. Ik kreeg echt die oude honden, die doen ze in één keer, voep, rechtstreeks. En de rest, dat komt allemaal wel een keertje teruggedraaid of wat dan ook. Maar het komt allemaal goed. Kan iedere hond het leren, iedere nieuwe hond leren? Volgens mij wel. Het is instinct ook een gedeeltelijk. Volgens mij kunnen ze het allemaal leren. De ene duurt wat langer dan de andere, maar het komt allemaal goed.
25 jaar of zo. En wat vindt u er leuk aan? Gezellig met je hond bezig zijn. Allemaal gelijkgestemde zien we. Allemaal met dezelfde afwijking houden van zo'n vieze, natte, stinkende hond. En er niet vies van zijn, hè? Wat zijn uw Newfoundlanders voor u? Ja, toch wel een heel groot deel van mijn leven.